In deze video gaat het over het Koninkrijk der Nederlanden in de tijd van burgers en stoommachines. De vraag die in deze video centraal staat is: welke invloed had de bevolking in het Koninkrijk der Nederlanden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst wat weten over het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, het land wat we eigenlijk tegenwoordig nog steeds zijn. Nou, de oorsprong van uh, het Koninkrijk der Nederlanden ligt aan het eind van de 18e, begin van de 19e eeuw, tijdens de zogenaamde Napoleontische oorlogen, die gevoerd werden door de man die je hier rechts ziet, namelijk Napoleon Bonaparte. Keizer van het Franse Rijk, Franse Keizerrijk, en op een gegeven moment bezig om heel veel gebied te veroveren namens Frankrijk, en onder andere werd ook Nederland veroverd door de Fransen. Dat Franse Keizerrijk, je ziet het hier afgebeeld in het oranje, dat bestaat dus uit Frankrijk, delen van Italië, België, Luxemburg en ook dus Nederland. En Napoleon was bezig om steeds meer gebied te veroveren voor Frankrijk. En eigenlijk wilde hij dat gebied uitbreiden naar het oosten. En daarom besloot hij in 1812 een veldtocht naar Rusland te ondernemen. Uh, en dat hele grote keizerrijk, het hele grote tsarenrijk, uh, in bezit te krijgen. Die veldtocht naar Rusland in 1812 werd één grote mislukking omdat de winter in Rusland nogal erg streng was. en de Franse soldaten vast kwamen te zitten. in de sneeuw, in de modder. Waardoor een heel groot deel van die Franse soldaten. die onder andere ook bestond uit heel veel soldaten. uit de rest van zijn rijk. dus ook Nederlanders, Belgen en Luxemburgers. vochten in dat Franse leger. die kwamen daarbij om. En letterlijk droop Napoleon af. weer terug in de richting van Frankrijk. Maar onderweg leed hij. Bij die terugtocht naar Frankrijk ook diverse nederlagen in Duitsland, wat we tegenwoordig Duitsland noemen. En eh, werd hij uiteindelijk definitief verslagen in 1815, namelijk bij de slag bij Waterloo en Waterloo is een plaatsje vlak onder Brussel. Daar werd Napoleon verslagen door legers van eh, Duitsland, van Pruisen, van Engeland, maar ook Nederlandse eh, soldaten vochten tegen Napoleon. En eh, de latere koning Willem II zou ook eh, deelnemen aan die oorlog. Nou, de vraag was toen. Toen duidelijk werd dat Napoleon ging verliezen in Europa en dat hij de ene nederlaag naar de andere nederlaag zou leiden, wat moet er nou met Europa na die Franse heerschappij gebeuren? En daarvoor kwamen een aantal belangrijke landen bij elkaar in Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk. En men kwam daar bij elkaar vanaf 1815, 1814 tot 1815. En dat werd ook wel het zogenaamde congres van Wenen genoemd. De belangrijkste Europese landen gingen daar praten over de toekomst van Europa. Dat waren Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. En zij bepaalden eigenlijk dat uh, deze landen, ook in combinatie met Frankrijk, uh, ongeveer evenveel macht zouden moeten hebben om problemen in de toekomst te kunnen voorkomen. Dat één land er niet met de kop en schouders bovenuit stak. Dat noemen ze ook wel het machtsevenwicht. En het machtsevenwicht uh, bij dat congres van Wenen. Daarvan werd onder andere bepaald dat Europa eigenlijk opnieuw moest worden ingedeeld. Er zou een staatkundige herordening moeten komen van het Europese continent. En onder andere had dat gevolgen voor Nederland, voor ons land. Want ons land zou samengevoegd worden met België en Luxemburg en opgaan in het zogenaamde Koninkrijk der Nederlanden. Dat herstel van de oude orde, dus met andere woorden, koningen weer aanstellen. Um, eigenlijk een beetje de macht terugdraaien van de bevolking die ze juist hadden bevochten bij uh, al die revoluties aan het eind van de 18e eeuw. Uh, dat noemen we ook wel de periode van restauratie. En als je normaal gesproken iets restaureert dan breng je dit eigenlijk in de oude staat terug. Nou, dat deden nu de Europese leiders ook. Ze brachten eigenlijk de grenzen, of in ieder geval de macht van de vorsten weer terug naar waar die voor de Franse revolutie uh, was gebleven. Nou. In Europa kreeg je toen ook diverse discussies over wat is nou eigenlijk goed, wat is nou eigenlijk een goed bestuur. En um, dan met name tijdens de restauratie werd daarover gediscussieerd, gediscussieerd. En er stonden eigenlijk twee belangrijke stromingen tegenover elkaar. Aan de ene kant had je de mensen die vonden dat alles bij het oude moest blijven, of in ieder geval terug moesten gaan naar het oude. Dat waren de conservatieven, oftewel het conservatisme. Het conservatisme werd uh, vooral ook uh, vertegenwoordigd door de man die hier rechts ziet. Uh, dat was uh, namelijk uh, Burke, een Engelsman. Uh, en die uh, ja, vond eigenlijk dat, dat koningen weer uh, in oude luister moesten worden hersteld, in oude macht moesten worden hersteld. En dat eigenlijk de uh, invloed van de bevolking uh, ja, moest worden afgeroomd. Hij vond dus eigenlijk een traditioneel bestuur uh, het belangrijkste, het beste voor een land. Tegenover stonden mensen die vonden dat je juist aandacht moet besteden aan de inspraak en de vrijheden. die ze juist in die Franse Revolutie hadden bewerkstelligd. En dat waren de mensen die voorstander waren van het politieke liberalisme. En de man die je hier ziet, dat was de Engelse liberaal John Stuart Mill. En die kwam onder andere dus op voor die idealen. Deze twee politieke stromingen, conservatisme en politiek liberalisme. zullen dan ook een hele belangrijke rol gaan spelen in de politiek in Europa. In de 19e eeuw. Het Koninkrijk der Nederlanden was dus een van de uitkomsten van het congres van Wenen. En het Koninkrijk der Nederlanden, wat bestond dus uit Nederland, België en Luxemburg, was vooral samengevoegd om een soort buffer te vormen eh, ten opzichte van Frankrijk. Ze waren bang dat als er kleinere landjes boven Frankrijk zouden liggen, dat de Fransen dan misschien toch in de verleiding zouden komen om die landen aan te vallen. En als je die landen samen zou voegen tot één groot rijk, dan zouden de Fransen misschien minder in de verleiding komen om dat te doen. Nou, dat Koninkrijk de Nederlanden eh, heeft ook nog een voorgeschiedenis gehad. Want eh, het ontstaat niet zomaar. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: eh, zijn er een aantal verschillende periodes geweest in de geschiedenis. die van invloed zijn geweest op het ontstaan van ons land. En dan starten we natuurlijk eigenlijk in eh, de tijd van de Republiek. Eh, toen de Nederlanders in opstand kwamen tegen de Spanjaarden. En in 1588 hun Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitriepen. Uh, uiteindelijk in 1648 door de Spanjaarden erkend. En die republiek die zou uiteindelijk lopen tot 1795. Uh, toen waren de patriotten het helemaal zat met uh, de stadhouders. die steeds meer macht naar zich toe hadden getrokken. zich steeds meer gingen gedragen uh, als een koning. En met behulp van de Fransen. Uh, hebben ze toen uiteindelijk de stadhouder. die er nog zat. stadhouder Willem V. afgezet. En is Willem V. naar Frankrijk. of naar Engeland gevlucht. En namen de patriotten. onder leiding van de Fransen. De macht in Nederland over en werd er een nieuwe republiek gesticht, die gebaseerd was op de idealen van de Franse Revolutie, op de idealen van de Verlichting, en die werd ook wel de Bataarse Republiek genoemd. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, in het Frans liberté, égalité en fraternité, vonden de uitgangspunten van de nieuwe republiek, de nieuwe Bataarse Republiek. In de Bataafse Republiek kregen de Fransen echter steeds meer invloed. En zeker als je bedenkt 1806, dan zit je midden in het Franse Keizerrijk. Napoleon had ondertussen de macht overgenomen. En wilde eigenlijk Nederland steeds meer onder controle brengen. Hij wilde Nederland nog niet meteen inlijven bij zijn Keizerrijk. Maar hij wilde wel een land ten opzichte van Frankrijk hebben zitten. dat het voor het grootste deel met hem eens was. En daarom besloot hij zijn halfbroer. Uh, Lodewijk Napoleon naar Nederland te sturen om daar koning te worden van het nieuw opgerichte land, namelijk het Koninkrijk Holland. Alleen deze Lodewijk Napoleon, hier zie je hem op de afbeelding, uh, deed niet altijd precies wat zijn halfbroer zei. Hij ging uh, vaak zijn eigen gang, hij kwam met name ook op voor de Nederlandse bevolking. En Napoleon was uh, steeds meer uh, ontevreden over de manier waarop Lodewijk Napoleon Nederland bestuurde. En in 1810 besloot hij dan ook Lodewijk Napoleon van zijn taak af te zetten en eigenlijk zelf de touwtjes in handen te nemen en maakte van ons land een provincie van het Franse Keizerrijk, waarbij hij zelf keizer al was en ook nu werd van Nederland. Van 1810 tot 1813 werden wij dus onderdeel van het Franse Keizerrijk en moesten we eigenlijk precies de orders opvolgen die Napoleon vanuit Frankrijk gaf. Sterker nog, we kregen eigenlijk gewoon de Franse wetgeving opgelegd. We hebben in het begin van de video gezien dat Napoleon vanaf 1812 steeds meer nederlagen ging leiden, en in 1813 wel duidelijk was dat hij uh, uiteindelijk het zou gaan verliezen in Europa, uh, waardoor de roep in Nederland om uh, een ander leiderschap uh, steeds luider werd en heel veel mensen waren wel klaar met al die uh, ja, nieuwe ideeën van die patriotten uh, die het eigenlijk toch niet werkten, vonden ze. En de, ja, de, de vraag of in ieder geval de wens om weer terug te keren naar de periode voor 1795 werd steeds groter. En die uh, Willem V, die was gevlucht naar Engeland, die had ook zonen. En een van die zonen, dat was Willem Frederik. En een aantal mensen besloot toen uh, ja, inlichtingen te gaan inwinnen of in ieder geval de, de wens te gaan voorleggen bij uh, deze zoon van Willem V, Willem Frederik, om terug te keren naar Nederland en daar als een soort koning te mogen gaan regeren. En dat gebeurde. In 1813 eh, krijgt Nederland zijn onafhankelijkheid weer terug. Of althans worden wij weer een, een onafhankelijk land. En eh, wordt Willem Frederik, de zoon van de weggestuurde stadhouder Willem V., een zogenaamd soeverein vorst. Hij wordt eh, ingehaald in de haven van Scheveningen, waar hij onder luid gejuich van aanhangers van de stadhouder, in ieder geval van de familie van de stadhouder, wordt ontvangen. En hij krijgt daarbij eigenlijk gewoon de macht in zijn schoot geworpen. En vanaf 1815 is hij dan ook nog eens een keer koning van uh, het Koninkrijk der Nederlanden. En wordt er heel snel een grondwet in elkaar gezet in 1814. Die vooral gebaseerd is op uh, ja, dingen die uh, in die Franse Revolutie wel belangrijk zijn geweest. Maar ook uh, waarbij de macht vooral ook wordt gelegd bij de koning. Nou, die koning van het Koninkrijk der Nederlanden is dus die Willem Frederik. Maar hij noemt zich geen Koning Willem Frederik. Hij noemt zichzelf Koning Willem I. Hier zie je hem rechts op de afbeelding met zijn Hermelijnen mantel uh, en zijn kroon uh, en zijn staf. Overigens uh, was het allemaal uh, niet allemaal goud wat er blonk, het was allemaal namaak. Want er was eigenlijk geen geld om een gouden kroon te maken. Er was ook geen geld om uh, allemaal Hermelijnen mantels te maken. Het zijn allemaal een soort uh, ja, surrogaat dingen, namaak dingen, om uh, in ieder geval uit te stralen dat het allemaal veel voorstelt. Maar in de praktijk was die aankleding van koning Willem I niet echt bijzonder. Nou, hij maakte in ieder geval of de andere Europese landen hadden van uh, het Koninkrijk de Nederlanden een eenheidstaat gemaakt. Dat betekent dus dat overal dezelfde wetten en regels zouden gaan gelden. En je ziet hier ook de bestuurlijke indeling van ons land in provincies. Uh, en het valt dus op dat uh, de provincies niet alleen maar doorlopen uh, in Nederland, maar ook in België en Luxemburg. Nou, We werden toen een zogenaamde constitutionele monarchie. Uh, hier zie je het wapen van ons land dat het nog steeds is. En dat betekent dat de koning dat een koning hebben als staatshoofd, maar dat de macht van de koning is vastgelegd in de grondwet. In de constitutie. Want de constitutie is een ander woord voor grondwet. In de praktijk betekende dat echter dat de koning best wel veel macht had. Want in de grondwet was ook vastgelegd wat hij allemaal wel mocht, en maar een beperkte mate wat hij niet mocht. Um, in ieder geval werd de Eerste en Tweede Kamer ingevoerd, waarbij de Tweede Kamer. Uh, een volksvertegenwoordiging was, die uh, werd gekozen door een klein deel van de bevolking op basis van uh, ja, de hoeveelheid belasting die je betaalde, het zogenaamde censuskiesrecht. Maar de Eerste Kamer was een soort controlemiddel op die Tweede Kamer. En daar de mensen die daarin zaten, die werden benoemd door de koning. Dus de koning had gigantisch veel invloed op uh, de besluitvorming in Nederland. Nou, ik zei het al, de mensen die die Tweede Kamer kozen, dat waren mensen die een bepaalde hoeveelheid belasting betaalden. Dus arme mensen mochten helemaal niet stemmen. Het waren met name de rijke mensen in ons land die dus invloed konden uitoefenen op het bestuur. En dat gebeurde in de vorm van censuskiesrecht. Uh, maar de koning had daarbij ook nog eens een keer uh, ja, de mogelijkheid om, als uh, de Tweede Kamer het ergens niet mee eens was, toch nog zijn zin door te drijven door zogenaamde koninklijke besluiten door te voeren. Uh, en bepaalde dingen dus, uh, ja, omdat hij vond dat ze moesten gebeuren. Ook kon laten gebeuren. Daarnaast is Willem I ook bekend onder de naam Koopman Koning. Hij besteedde heel veel aandacht aan de investering in de economie, aan het moderniseren van de economie, maar ook aan het handeldrijven met gebieden in de rest van de wereld. Zo was de VOC in 1799 failliet gegaan, maar in 1824 had hij bij wijze van spreken de opvolger al klaarstaan in de vorm van de Nederlandse Handelmaatschappij. Die veel handel ging drijven met het voormalige gebied waar de VOC actief was. En zou die Nederlandse handelsmaatschappij ook heel veel geld binnenhalen voor het Koninkrijk der Nederlanden. Toch was niet iedereen blij met deze nieuwe situatie waarbij Koning Willem I de baas was. De Belgen met name vonden dit helemaal niks, die kwamen op een gegeven moment ook in opstand in 1830. In 1838 hadden ze er genoeg van om bij Nederland te horen en splitst België zich af van Nederland. Nou, dat doen ze om een aantal redenen. De oorzaken voor die Belgische opstand hebben vooral te maken met het feit dat uh, de Belgen voor het grootste deel katholiek waren en de Nederlanders protestants. En dat de katholieken uh, best wel werden achtergesteld ten opzichte van de protestanten. Ook nauwelijks invloed hadden op het bestuur en de Belgen waren er wel klaar mee. Uh, ze werden namelijk ondervertegenwoordigd in het bestuur, terwijl ze wel heel veel geld in het laadje brachten. Omdat België bijvoorbeeld veel sneller industrialiseerde dan Nederland, omdat Nederland met name uh, de aandacht had gericht op de handel. De koning daarbij had gigantisch veel macht en dat vonden ze ook niet. die kon doen maar doen waar hij zelf zin in had. Uh, dus besloten de Belgen uh, zich af te scheiden en een eigen koning te benoemen. Hier zie je hem, Leopold I, uh, die vanuit Brussel uh, zijn land ging regeren. Nou, de Nederlanders legden zich in eerste instantie helemaal niet neer bij die Belgische opstand en bij die afscheiding van uh, België van Nederland. Um, er werd ook een tiendaagse veldtocht georganiseerd, een soort oorlog die de, voer, de Nederlanders voerden tegen de Belgen. Maar uiteindelijk in 1839 um, werd uh, die, uh, ja, die, die Belgische opstand omgezet in een definitieve erkenning van Nederland uh, van België als een onafhankelijk land. Nou, dat betekent niet dat de problemen over waren, want overal in Europa vinden de, vinden de meeste vinden de mensen dat ze niet genoeg invloed krijgen. In 1848 eh, is dan ook wel bekend als het zogenaamde revolutiejaar. Overal in Europa komt de bevolking in opstand tegen de beperkte invloed. die het gevolg is van de restauratie. En die opstand in Europa die zorgen ervoor dat koningen worden verdreven. En ook de Nederlandse koning die krijgt de waarschuwing eh, om toch maar iets eh, aan die ontevredenheid te doen. Want zo werd gezegd: als je dat niet doet, dan ben je binnen de kortste keren zelf een afgezette koning. En eh, ja, dat, omdat het volk meer, inv meer invloed wil, eh, gaan ze de straat op en maken ze dus een eind aan die conservatieve regeringen die er in Europa zijn. Veel mensen in Nederland waarschuwden de koning van ons land, en dat was sinds 1840 eh, Willem II, namelijk de zoon van Willem I. Eh, waarschuwde hem voor eh, het feit dat hier ook wel revoluties zouden kunnen uitbreken. En met name de liberalen, en de leider van de liberalen zie je rechts, dat was eh, Jan-Rudolf Thorbecke. Die waarschuwde de koning om toch maar wat aanpassingen te doen. Toch maar weer meer macht te gaan geven aan het volk. Om uiteindelijk zijn eigen hachje te redden. En hij raadde hem aan om een nieuwe grondwet te accepteren. En die nieuwe grondwet die zou ervoor zorgen dat de bevolking meer invloed zou kunnen krijgen. En binnen no time is die grondwet toen opgesteld. En ook door het parlement heen geloodst. En is er eigenlijk voorkomen dat in Nederland sprake was van een revolutie. En in die nieuwe grondwet. Uh, kwam er onder andere uh, ministeriële verantwoordelijkheid. Dat betekent dat ministers uh, door de Tweede Kamer gecontroleerd werden en verantwoordelijk waren voor hun daden en weggestuurd konden worden als ze hun werk niet goed deden. Er kwam daardoor meer macht voor die Tweede Kamer en de macht van de Eerste Kamer die werd langzaam en zeker uh, afgeschaald. Uh, er kwam vrijheid van onderwijs. Dat betekent dat je dus uh, je eigen scholen mocht stichten als je aan bepaalde voorwaarden voldeed. En er kwam vrijheid van vereniging en vergadering. Een aantal van die vrijheden, dus die ervoor zorgden dat de mensen in Nederland meer te zeggen kregen. En dat eh, ja, leidde uiteindelijk tot eh, grote veranderingen. En de grondwet van 1848 is eigenlijk de basis voor eh, onze huidige grondwet die we tegenwoordig kennen. Nou, als we dan terugkeren naar de hoofdvraag van deze video, namelijk welke invloed had de bevolking in het Koninkrijk de Nederlanden, dan kunnen we constateren dat het Koninkrijk de Nederlanden begon met de komst van Koning Willem I als uh, eerste koning en dat uh, deze Willem I. Uh, te maken kreeg met een constitutionele monarchie waarbij de macht van de koning was vastgelegd in de grondwet, maar dat die macht van de koning in eerste instantie best wel groot was uh, en de bevolking eigenlijk weinig te zeggen had. Uh, en de bevolking die wat te zeggen had, die uh, was met name rijk, die bepaalde een bepaalde hoeveelheid belasting om uh, bijvoorbeeld mensen in de Tweede Kamer te kunnen kiezen. Uh, dat gebeurde in de vorm van censuskiesrecht. En dat pas vanaf de grondwet van 1848 de bevolking meer te, zeggen krijgen, meer te zeggen krijgt. En die grondwet van 1848 is bedacht, of in ieder geval opgesteld, door Thorbecke. En ervoor heeft gezorgd dat de bevolking van Nederland steeds meer macht kreeg.